Paarden draaien de baan op. En de start is gevallen. En de Stone komt daar amper weg met start nummer 1. Die begint zo'n beetje als laatste. Hij heeft geen enkele kans gehad om normaal de baan op te komen, Michel Rotegatter. En dat had de nummer 3 wel, Bikini de Larcy. Die neemt de kop met nog 3 ronden te gaan. Galoppade daar van Davy Magique. Maakt een paar mispasjes. Loopt wel alweer. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Dat was trouwens niet Davy de Magique, maar dat was Duc de Clairbosque aan de relingzijde. Paarden gaan de eerste bocht door. En het is Bikini de Larcy die leidt. Bikini de Larcy. Aan de rechterlijn overzijde in. Tweede plek daarachter is voor Elixir normaal. Daar komt aan de buitenkant Davy Magique naar voren. En die is op weg naar de leider. En dat is Hevelof ook. Gaan allebei op dit moment voorbij aan Duc de Clairbosque. Uitgeschakeld nummer 3. Uitgeschakeld nummer 3. Galop. Koploper sprong weg. 22-1 de opening. En de nieuwe koploper is Davy Magique. Davy Magique, Elixir normaal. Daarachter komt Hevelof nu naar het tweede spoor. En die gaat door naar voren. Daarachter aan de relingzijde ligt dan Ruud Pols met Bogaillard. Daarnaast Diamond AR. Daarachter volgt dan de rest van het veld. En de voorste 3 hebben zich ietsje afgescheiden van de rest. Paarden ronden de bocht. En komen zo meteen de rechtlijn voor de tribune. De favoriet op dit moment op een 8e plek in het tweede spoor. En op dit moment een duel om de leiding gaande. Niet echt een duel, het is meer een gesprek of de leiding overgenomen mag worden. Het antwoord is ja en Hevelof neemt nu over. Hevelof de nieuwe leider. Daarachter op de tweede plaats, 17-3 de tussentijd, ligt Davy Magique. Dan Diamond AR, daarachter aan de relingzijde is het Elixir Normal. Dan Dikem aan de buitenkant. Aan de relingzijde daarachter ligt Bogaillard. Ook aan de relingzijde Duc de Clairbosque. Daar komt Greetman de Bussin naar voren. Greetman de Bussin gaat naar het derde spoor. Doet hij vrij vroeg in de koers. We hebben nog 2 ronden te gaan, ietsje minder. En de paarden ronden de bocht. Paarden ronden de bocht met een nieuwe leider, want Diamond AR gaat nu de leiding overnemen. Diamond AR, de volgende leider in deze koers. Gebeurt genoeg. De tweede plek daarachter is aan de relingzijde voor Hevelof, die nog een stukje meerijdt. Daarachter aan de buitenkant komt Dikem naar voren. Dat is een gigant van een outsider. Dan Davy Magique aan de relingzijde. Greetman de Bussin ligt inmiddels op plek 5 met een paard voor zich in het tweede spoor. 19-5 de tussentijd. Kijk ook even de staart van het veld. De hekkensluiter op dit moment is Eternal Wood en Harry Pols. 19-5 dus de tussentijd. Zo gaan we de volgende bocht in. Diamond AR maakt het tempo. Diamond AR. Daarachter aan de relingzijde Hevelof. Dan Dikem aan de buitenkant. Dan Davy Magique aan de relingzijde. Greetman de Bussin 5 aan de buitenkant. Elixir Normal ligt 6e. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune weer inkomen. Daarachter volgt dan aan de buitenzijde. Eens even goed kijken wie dat is. Dat is Rick Wester met Drogedo de 11. Paarden in de rechte lijn voor de tribune. Daar komt een aanval van Ennis Stone. En een Stone die heel matig uit die banden wegkwam, daar kon Michel niks aan doen. Die wilde nu wat van gaan maken. 18-6 de tussentijd. En hij gaat de hele laatste kilometer vol gas geven. Dat doet Diamond AR en kop inmiddels ook. Diamond AR, Dikem, daarachter Hevelof. Greatman de Bussin ligt nu 4e. Ziet straks Ennis Stone komen en zal daar misschien ook wel vooruit gaan. Paarden ronden nu de Z-Turf bocht. Dat is de voorlaatste bocht. En het is Diamond AR die het tempo heeft verhoogd. Diamond AR, Dikem, daarachter aan de relingzijde Hevelof. En een Stone aan de buitenkant kan dat niet doorzetten, die aanval. En Greatman de Bussin gaat nu naar het derde spoor. Greatman de Bussin opent de aanval. En zo zijn de paarden halverwege de rechte lijn overzijde. Passeren het bord van Fons Bakker zometeen. En daar komt Greatman de Bussin. Greatman de Bussin aan de buitenzijde. Driedik neemt de leiding over. Tussentijd 14-7. Gaan de laatste bocht nu in. Greatman de Bussin, Dikem op de tweede plaats. Derde aan de relingzijde Diamond AR. Daarachter zit vast aan de relingzijde Hevelof. Naast Hevelof ligt aan de buitenkant Drogedo. Halverwege de Tjarda bocht. Greatman de Bussin met 2 lengte voorsprong. Greatman de Bussin. Dikem is de enige die op dit moment ietsje inloopt. Daarachter ligt op de derde plaats Diamond AR. Uit de staart van het veld gaat Ennis Stone toch nog een keer proberen. Als het uit het middenveld. Hij ligt nog altijd op een 7e plaats. En zo zijn ze de laatste rechte lijn. Greatman de Bussin. Een tip van de sponsor van deze koers. JJ Turf. Die had hem als tip van de dag vandaag. Daar komt uiteindelijk toch nog vrij Davy Magique. Die gaat de eindsprint inzetten voor plek 2. Gaat hij ook makkelijk halen. 15-2 de laatste tussentijd. Greatman de Bussin wint. Daarachter Davy Magique op de tweede plek. En de derde plaats is voor Drogedo. 17-9 voor de winnaar.